niet iets van gemerkt. Nee, dat wist ik niet. Nee. Ja, dat heb ik wel meegekregen inderdaad. Ja. Nee, ik eigenlijk ook helemaal niet. Nee. Ik wist het wel. Ik wist niet tot hoe diep dat ging. Ik denk dat het vooral makkelijk was voor studenten van het HBO om af en toe wat vakjes te volgen bij de universiteit. Wat die samenwerking veel meer betekende, wist ik eerlijk gezegd niet. De samenwerking was op het gebied van onderzoek, onderwijs, facilitaire diensten en bestuur. En vanaf 2017 gaat dit waarschijnlijk veranderen. Heb je ooit iets gemerkt van de samenwerking tussen de HVA en de UvA? Ja, ik wist wel dat hetzelfde bestuur was en ik heb ook wel gemerkt dat bijvoorbeeld tentamenlocaties, dat die door allebei wordt gebruikt en dat soort dingen. Maar in mijn eigen studieactiviteit heb ik zelf geen contact met de HVA, wat dat betreft. Maar ik was wel van op de hoogte dat het één organisatie was. Ben je van plan een master te doen na deze opleiding? Nee, ik vind na deze opleiding ben ik wel een beetje klaar mee. Ja, nee, ik had wel UvA in mijn. Nou ja, ik weet niet wat de UvA en de HVA nu als samenwerking hebben natuurlijk. Ik weet niet wat ze allemaal doorvoeren. Dus ja, ik heb geen idee of er een verschil gaat optreden. Nee, wist ik niet. Nee? Ik wist eigenlijk niet eens dat ze samen... Ja, ik wist wel dat er een connectie was, maar ik wist niet dat ze echt een overkoepelend bestuur hadden ofzo. Ja, ze doen samen met de bibliotheek, dat weet ik. Ja, dus ik vind het ook wel ergens wat logisch dat je als twee onderwijsinstellingen van Amsterdam, dat je samenwerkt. Ja, als het qua studeren minder wordt, want het is nu wel altijd heel erg druk op de UvA. En als de HVA bijvoorbeeld dan ook meer studeerplekken krijgt, dat ze zelf een eigen studeerplek hebben. Ik weet niet of dat nu al zo is natuurlijk. Nou, zolang ik er niks van merk, maakt het me niet zoveel uit, moet ik eerlijk zeggen.